Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Creamy TV. We spelen Banished Colonial Charters en we zijn bijna dood. We verliezen snel voedsel. We verliezen heel snel voedsel en eigenlijk is er weinig wat we eraan kunnen doen. Ik heb de brewer en de winery heb ik stilgezet, zodat we grapes en honing overhouden. In principe wil ik hier gewoon farms aan blijven toevoegen. En alle nieuwe farms, daar zet ik niet gelijk een huis omheen. Zal je uitleggen waarom? Elke keer als je een huis neerzet, komt er een familie in te wonen. Dat is mooi. Alleen die gaan ook weer kindjes krijgen. Dus meer mondjes om te voeden, bla bla bla. Wat je het beste kan doen is gewoon... eigenlijk wil ik deze cropfields gewoon twee farmers in laten wonen. Op werken bedoel ik. En elke keer als er twee farmers werken, dan is dat wat minder efficiënt. Maar daarom, kijk, we hebben laborers genoeg, dus er kunnen best twee man werken. Het is minder efficiënt, één man is voldoende om dit te doen, mits er een huis en een barn in de buurt is. Iemand had ook gezegd, deze windmolen staat de verkeerde kant op. En dat klopt, we hadden afgesproken dat de wind richting het oosten blaast en vanuit het westen komt. Dat kunnen we zien als we de pauzeknop even loslaten. Hier, de rook van de huisjes blaast allemaal richting het oosten. Dus deze staat net verkeerd om. Gelukkig kan onze watermill, die kan het tijdelijk wel even aan. Zonder dat wij inderdaad al te veel wheat verliezen. Deze zal de wheat eventjes oppakken, deze millers hier. Gaan we straks die windmolen even andersom zetten. We krijgen nu echt death by starvation en we krijgen ze binnen met tientallen tegelijk. Er zijn een paar dingetjes die we even moeten doen. Eén daarvan is, ik wil graag hier vier tailors opzetten. Die dan inderdaad alle soorten kleding maken. We hebben hier dit gedeelte hier. Hier komt eigenlijk alle flax, linen, cloth, et cetera vandaan. Onze weavers zitten hier. Dus we willen hier vier tailors die de basiskleding maken. Wat wij ook willen is hier natuurlijk gewoon extra voedselproductie. Zoveel mogelijk. Zoveel mogelijk voedselproductie. Dat gaat ook wel helemaal goed komen. Ik hou echter wel van die organische look. Dat wil ik wel zo houden. En ook kleine dingetjes zoals hier heb ik een klein stukje geflat. Dit was eerst een recht stukje. Nu is het een scheef stukje. Nu is het een recht stukje. Hier kan perfect een fisherman staan. Dit is echt het ideale plekje voor een fisherman. Hij moest alleen iets breder worden. Dus ja, het is maar net wat jullie ervan vinden. Als jullie zeggen dat is cheaten, doe ik het nooit weer, sorry. Maar ik heb het bij deze gedaan, want we zitten in een voedselcrisis. Brick road, zo. Zo hier dan. En we zien een paar van die tiny shacks neerzetten. Daar kunnen niet al te veel mensen gaan wonen. Die kunnen we later dan upgraden naar grotere. Wat we ook nodig hebben is een meat locker. Even kijken hier, meat locker. Kan die hier staan, hier staan, hier staan. En dit is denk ik het dichtbij dat mensen er nog steeds langs kunnen. Ik kan hem wel hier neerzetten, maar dan kunnen ze als het goed is niet er langs. Dat is niet echt ideaal. Ik kan natuurlijk dit ook een beetje optrekken. Ik hoop alleen niet dat het al te lelijk wordt. Nee, we zetten hem gewoon ietsje verder op. Dan is het maar niet helemaal optimaal, maar vooruit. Brick tot aan hier dan maar zo. En de meat locker daaraan vast. Ja, kan mij het schelen waar die staat. Hier, zo. Kunnen ze er langs lopen. Prima. Helemaal geen enkel punt. Even kijken. Ja, dit gaat verder wel goed. Dit beestje kan zwemmen, blijkbaar. Oké. Okay. We hebben sneeuw. We hebben sneeuwval. Kijk, deze kunnen nu inderdaad omgezet worden naar wheat. Zo, twee farmers erbij. Jij hetzelfde. Omgezet naar wheat. Twee farmers erbij. En nu willen we eigenlijk gewoon heel veel extra crop fields maken. Dat is eigenlijk onze hoofdprioriteit op het moment. Heel veel wheat fields. En even kijken. Daar staat al een weggetje. Mooi. Dan is dit 10 bij 10. Dan is dit één pauze. Oh, zo. En hier weer 10 bij 10. Zo. Nice. Oké, weggetjes eromheen is ook belangrijk. Huppa. En... waar gaan we heen? Hier gaan we langs. Ja, best. En waar gaan we hierheen? Zo, best. Prima. Huppa. Weggetjes. Hier nog een stukje. Even kijken. Daar is de weg. Mooi, dan komt hij hier. Nog een 10 bij 10. Prima. Gewoon prima, Jima. Gewoon lekker uitbreiden. Kan hier nog wat? Jazeker, kan hier wat. Huppa. 10 bij 10. Huppa.
En dit moeten we gewoon blijven uitbreiden. Het is de merchant en het is de lifesaver. Oké, fantastisch. We gaan hem helemaal leeg kopen. Sugar cookies, shogroom, wheat, bread, cheese bread. Alles wat hij maar kan missen. Het houdt ons tijdelijk op de been. Totdat wij inderdaad onze voedselproductie ook weer op de been hebben. 19.000. Even kijken hoe ver we komen met 500 full coats. Oké, net niet. 500 hard coats erbij. Ook net niet. 4000 hiervan erbij. Dat is 1000 zo. Trade. Oké, fantastisch. Dat is een hele berg met voedsel. Daar kunnen we wel wat mee. Dankjewel. Heel erg bedankt. Dat houdt ons tijdelijk op de been. En dan kunnen we inderdaad gaan kijken naar het uitbreiden van dit. En zoveel mogelijk, echt zoveel mogelijk extra voedsel produceren. Hier 4 vissers erbij, alsjeblieft. Deze 2 huisjes gelijk upgraden. Willen we hier nog een tiny shack erbij voor het geval dat... Ja, eigenlijk wel, hè. Eigenlijk kunnen we hier wel wat tiny shacks gebruiken. Het mooie is, er komen niet heel veel kinderen uit een tiny shack. Dus dat scheelt weer. Willen we een pauzetje hier tussen? Ja, gewoon even een pauzetje. Er kan dan ook weer een weggetje tussen. Ik zou bij God niet weten waarom. Maar gewoon, dat lijkt leuk. En dan kunnen we hier dus inderdaad ook weer tiny houses van maken. Upgraden die handel. Dit ziet er echt zo goed uit, hè. Gewoon precies over die steile rand heen. Ja, nee, helemaal tevreden. Deze komt hier de meat locker, dan worden ze nog efficiënter. Voor dit plekje heb ik ook nog wat en deze plekjes heb ik nog wat ideeën. Gaan we ook zeker wat mee doen. Er is namelijk een functie in het spel, die heb ik nog niet aan jullie laten zien. Die zit hieronder, dit zijn quayside walls. Quayside straight pieces. En deze zijn echt donders interessant. Wat kun je hiermee? Je kunt zeg maar een muurtje bouwen. Langs het water zo. En dat muurtje, daar kun je dan ook weer op bouwen. En je kunt zeg maar mooie hoekjes kun je toevoegen. Dit zal dan een hoekje zijn, denk ik. Hier zo, ja. Dat zal dan de hoek zijn. En dan ook een outside hoek kun je dan zo weer maken. Het is fantastisch om hiermee te werken, echt waar. Echter weet ik niet... Kijk, dit lijkt mij meer een... dit is een outside piece. Dit is een inside piece, oké. Ja, nee, oké, dat klopt wel. Dat klopt absoluut. Ja, ik ben gewoon een beetje dom. En ook deze quayside houses, die zijn echt super mooi. Het is gewoon inderdaad een huis op palen. Ik bedoel, wat wil je nog meer? Dat ziet er toch fantastisch uit. Ook andere items zoals wharf en ships wil ik hier langs de kant hebben. En wharf en ships, dat zal ik jullie uitleggen zodra we eindelijk een keer hemp seeds hebben om al die extra... Oh, dit is trouwens spring. Dat moet even gelijk geregeld worden. Zo. Zodra we eindelijk die verrotte hemp seeds hebben, zodat wij... zodat we dus inderdaad extra touwen kunnen maken. Dat is wat ik wilde zeggen. We moeten extra touwen maken. Wat ik dus wil doen, zoals ik hier ook zei, is dat wij hier 4 tailors neerzetten. 4 tailors. We kunnen ze een beetje zigzaggen zo. Huppa. Hier nog eentje. Dan past hier denk ik net niet nog eentje. Nee, dan moet hij inderdaad zo staan. Of richting de Abbey. Ja, richting de Abbey. Waarom niet? Weggetje eromheen. Zo. Dat is ook belangrijk. Af en toe weggetjes leggen. We kunnen hier dan een weggetje tussendoor. Zo. Dat ene weggetje mag hier weg. Het spijt me heel erg voor het geluid van de kippen. Ik wou dat het kippengeluid in zijn geheel uit kon. Echt waar. Zo, hier een weggetje tussendoor. Yes. Mooi. Deze 4 tailors wil ik dus voor de basiskleren gaan gebruiken. Want we hebben veel te veel cloth en wool en hides. Dus we hebben extra tailors nodig. We zijn jullie hier. 4 stuks. 4 extra tailors. Zullen we kunnen gebruiken. Ik zit even te denken. We hebben hier nou een paar man werkeloos. Ik weet niet wat voor mensen dit allemaal zijn. Dit is een Windner. Windner, Miller, Miller. Taylor, 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 Taylor. Brewer, Taylor. Ja, dat klopt allemaal wel. Is deze windmolen gesloopt? Ja, die is gesloopt. Mooi. Extra windmolen. En dit keer met de neus naar de goede kant. Kijk eens aan. We kunnen er hier eventueel nog eentje neerzetten. Maar we hebben al... denk ik, te veel windmills. Tenminste, te veel capaciteit en te weinig wheat om flour van te maken. Dus dat is niet echt nodig. Ik zal het wel in mijn achterhoofd houden. Early summer. Deze zijn al te laat voor de oogst, maar geeft helemaal niks.
Hier ook weer wheat. Zo, fantastisch. Deze is ook klaar. Kijk, nog meer wheat. Twee man erop zetten. Zo. Dit moeten we dan ook weer gaan uitbreiden natuurlijk. We hebben gewoon simpelweg meer cropfields nodig. En dat is iets wat de komende afleveringen even centraal staat. Dus het spijt me als het niet zo interessant is als dat je gewend bent. Maar het is even iets dat moet. En daar is nog een trader en ik hoop ook weer een lifesaver. Heel veel zand, glas, ijzer, iron tools, fire bundle, lamp oil. Die wil ik echt wel even hebben, dank u. Logs, bricks. 200 bricks is zeker ook niet verkeerd om even mee te nemen voor iets wat we anders toch... Hè? Ik bedoel, dan hebben we er maar weer een paar. We overpayen 20. Oké, dus als we hier 37 van maken. Plus 1 firewood. Zijn we er helemaal bij. Trade, dankjewel voor je business. Nou, oprotten. Ik heb wel wat anders te doen, zoals voedsel. Over voedsel gesproken. Bakeries. Sommige mensen die denken van, ja, maar het is toch zonde, want flour kun je ook eten. En flour, dat eet je gelijk op, hoef je niet te verwerken. Hier heb je iets van 2 of 3 ingrediënten nodig per bakery. En dat is zonde. Ben ik niet met je eens. Want ik heb even gelezen wat hier staat bij de bakery. A bakery produces a variety of breads and cakes of different nutritional value. Oftewel, elk brood dat wij maken gaat langer mee dan een ander soort voedsel. Je hebt verschillende waardes van nutritie, ofwel van voeding. En het is dus blijkbaar zo dat brood en andere producten van een bakker, dat die dus gewoon interessanter zijn om te eten en dat die langer meegaan. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Gezien de huidige voedselsituatie en gezien het feit dat ik hier later iets anders wil kweken, lijkt het me niet onverstandig om hier gewoon eventjes wat gigantische cropfields neer te zetten. Daar zijn wel een aantal farmers voor nodig, maar dat is op zich geen enkel probleem. Deze kan gelijk gebruikt worden. Wat ik hier later wil gaan verbouwen, zodra ik het eindelijk heb, is hemp. Maar voor nu kan ik hier inderdaad prima raspberries gaan verbouwen. Huppa. Of inderdaad, ja, wat we maar in de aanbieding hebben. Wat hebben we eigenlijk? Dit wordt dus later hemp, dat jullie het even weten. Ik zal hier dit weggetje ook even doortrekken zo. Kijk, fantastisch. Even kijken, wat doen jullie zo lang over hier? Omdat er nog wat boomstammetjes liggen. Jij mag ook tijdelijk iets gaan doen. 6 farmers heb je hiervoor nodig, zeg. Zo, even kijken. Doe maar blackberries. En doe jij maar 1, 2, 3, 4, 5, 6... blackberries hebben we hier dus en doe jij er maar raspberries. Zo, een beetje van alles. Hebben we genoeg farmers? Farm. Ja, we hebben 1 te veel. Mooi. Dan is dat ook weer klaar. Helemaal geweldig. Wat ik nou absoluut niet kan gebruiken zou een infestation zijn of iets dergelijks. Deze farmer heeft geen baan. Waarom heeft deze farmer geen baan? We hebben 81 farmers. Elke farmer, 81 van de 81. Dus elke farmer zou werk moeten hebben. Maar goed, whatever. Hier zijn 3 nieuwe velden. Klaar voor de volgende loop. Even kijken, hier. Volgende seizoen moet ik zeggen. Zo. En ook hier wheat. Klik, klik. We willen hier wat barns hebben nu in de tussentijd. Lijkt me niet geheel onverstandig om hier een mooie storage barn neer te zetten. Eventueel wat ruimte overlaten voor later wat huisjes. Nu niet wat huisjes. Dat het even duidelijk is. Ja, zet hem maar mooi een barn neer, die kunnen we dan gelijk upgraden straks. Nog een plek voor een barn zou hier zijn, als je het mij vraagt. Prachtig plekje. Ja, doe maar daar. Hier is echter al de Central Market natuurlijk, maar ja, boeiend. Speaking of Central Market, we hebben hier die Rural Market. En dat gebied, dat kan iets groter zijn als je hier een Central Market van maakt. Ze zijn even groot, dus we gaan deze gewoon slopen. Zo. We gaan hem gewoon slopen. Alle spulletjes moeten dan naar de barns worden gebracht. Maar als het goed is, staan hier 2 storage warehouses vlak naast. Die helemaal vol zitten blijkbaar. Dus het wordt nog wat om de inventory hier uit te halen. Maar goed, vooruit dan maar weer. We hebben laborers genoeg om dat te doen, dus dat scheelt. Zo, en dan kunnen we hier een central market van maken. Central market is toch wat beter als je het mij vraagt.
Het heeft een betere dekking, betere lading en heeft meer inventory. Dus waarom heb ik hier niet gelijk een central market van gemaakt? Kijk, nu zit heel Elwood Row zit wel binnen deze central market. Heb ik misschien niet laten zien, maar ik heb hier ook een boarding house neergezet. Want dat wou ik graag. Nou, als ik dat graag wou, dan doe ik dat. Kom op jongens, nog een beetje inventory. Even de sloopkogel erheen. Miley Cyrus, huppa, kom op. Met je wrecking ball. Bam. Nul storage remaining. It's being demolished. Ik zie nog niks gebeuren in de trant van being demolished. Maar goed. Zullen we wat meer builders aanstellen? Tijdelijk. Tijdelijk wat meer builders. Gewoon om dit gebouw te slopen. Straks zetten we hem weer terug op 10. En dan is alles weer goed. Voedsel gaat tijdelijk even lekker. Ik knijp in mijn handjes. Maar het lijkt erop dat we dat kunnen gaan redden. Nou moet ik ook zeggen, een deel hiervan is gewoon omdat we gigantisch veel ingekocht hebben. Laat dat wel eventjes doorschijnen. We hebben gewoon heel veel ingekocht. Dat is niet te verwaarlozen. Jij bent demolished. Mooi. Tenminste, je wordt gedemolished. Oké, mooi. Mooi man. Dan zitten we jou weer terug op 10. Dikke doei. Huppa, Central Market. Huppa, fantastisch. We willen natuurlijk wel de weggetjes even invullen met brick. Dat is natuurlijk gewoon efficiënter. Huppa, kijk, fantastisch. Dat is hem. We hebben nog 6 vendors op de reserve staan, dus we zullen daar straks aan het werk gaan. Dan hebben wij straks weer meer dan genoeg storage voor alle spulletjes die hier opgehaald worden. Dit gaat even lekker, dit ziet er goed uit. Ik ben dol op dat... Dat modelletje zal ik maar zeggen, dat het gewoon een beetje door elkaar zit. We kunnen hier later een van deze cropfields weghalen en even kijken of we daar iets mee kunnen. Past hier een market tussen trouwens op een 10x10 cropfield? Nee hè? Nee, dat past net niet. Iets te breed. Zouden we iets meer moeten weghalen? Is een beetje zonde. We hebben een merchant, jongens. Hemp seeds. Smoke weed every day. Dank u. 5000 units. Dat is 5000 talg. Wat we toch niet gebruiken. Trade. Dikke doei. Oké, we hoeven geen custom orders meer. Nee. Oké, 14 hemp seed heb ik gewoon. Ik had er maar één nodig hoor. Dismiss. Als je eenmaal een zaadje hebt, dan is het natuurlijk gewoon gauw gepiept. Willen we ze dit jaar nog even blackberries, raspberries en raspberries laten doen? Ik denk het wel hè. Ja. Laat ze dit jaar maar even doen. Volgend jaar zetten we de hemp in gang. Deze. Jij mag hemp gaan gebruiken voortaan. En jij... Jij moet ook geen voedsel meer gebruiken, maar ook hemp. We hebben straks een hele gigantische lading aan hemp. Vlak achter de school. Had ik nog niet over nagedacht. Dat is misschien niet zo heel erg handig. Deze smithy produceert nog steeds steel tools. Ja, we zitten gewoon goed wat tools en kleren betreft. Het is echt alleen maar voedsel. De rest gaat van een leien dakje. Willen wij hier nog een put neerzetten? Ik denk het wel, hè. Ik denk dat wij hier een put willen neerzetten. Putten worden echt onderschat. Als er een keer brand uitbreekt, dan zul je blij zijn dat er hier een put... Oké. Iedereen gaat tegelijk dood. Het zal allemaal wel. Maar goed, bouw putten, alsjeblieft. Voor het geval dat er wat gebeurt. Als je dicht bij een rivier zit, dan lopen ze eerder naar de rivier dan naar een put. Dat is waar. Maar toch, voor de mensen die daar niet naartoe willen lopen... Of het is nog dichterbij om ergens een put te hebben. Ik bedoel, waarom niet? Dit loopt lekker. We hebben hier wat tiny houses. We hebben hier een meat locker vol met vis. En dat wordt ook weer verdeeld. Dat wordt opgehaald door de vendors. Fishing dock. Dit is waarschijnlijk een fantastisch productief fishing dock. Kijk dan. 2700 vis het afgelopen jaar. Dat is echt veel vis. Verkijk je daar niet op. Gemiddelde voedselproductie per persoon in dat soort dingen is ongeveer 500 per man. Zij redden dat met gemak. Met gemak. We komen melk tekort, volgens de diary. We produceren niet echt heel veel melk. Oeh, tornado. Wat? Hallo? Ik zie helemaal geen tornado. Gaan allemaal mensen dood door een tornado? Oh shit, ik zie een tornado. Oh god. Oh man. Ik hoop niet dat... Heilige Maagd Maria! What the fuck? What the fuck? Oké, nou dat scheelt weer wat mondjes om te voeden.
Holy shit. Fucking tornado. Wat? Ik wist niet eens dat het mogelijk was. Oh nee, niet terugkomen, niet terugkomen. Nee, die kant op. Allemaal blazen, jongens. Weg met het krenk. Holy shit. Oh my god. Oké, hier woont gelukkig niemand meer. Oh, kijk dat dan. Dat is echt ziek. Oké, boven het water. En het water is zo kalm als het maar kan. Dat is ook weer prachtig. Prachtig gedaan, jongens. Oh, wauw. Een tornado. Oké. Dat is even kut. Nou, lijkt het erop. Want, ja, we spelen op keer 1 natuurlijk nu. Gezien het feit. Ja. We moeten al deze huizen moeten we gaan repareren. En de fishing docks rebuild. Rebuild. Allemaal, stuk voor stuk, moet het gerebuild worden. Country house rebuild. Charcoal burner rebuild. Ja. Moet allemaal herbouwd worden natuurlijk. Oh, hoppa, rebuild. Rebuild. Oh, dat is wel even balen zeg. Oké. Dat is zeker even balen. Gelukkig niet al te veel schade op onze huisjes. Ik bedoel, het valt best mee. Het had veel erger gekund. Ah, goed. Dat wordt herbouwd. Oké. Waar is onze tornado? Waar is dat kreng? Is verdwenen. Mooi. Tornado is verdwenen, jongens. We kunnen weer veilig op keer 5. Dan kunnen we weer woeien waaien. Hoi, hoi, hoi. Oké. Dat zorgt er inderdaad voor dat we een klein beetje... Nou ja, wat mensen zijn verloren. Ja, flink wat mensen. Hier is die begonnen dus. Zoals je kunt zien, hier is in één keer de kale plek in dit bos. En de foresters moeten nu keihard weer gaan planten. Oké. Nee, prima. We zetten deze vast allemaal op hemp. Voor volgend jaar. Dit wordt allemaal hemp. Hemp gaan we heel veel nodig hebben voor touw. En we gaan het heel veel nodig hebben voor fire bundles eventueel. Maar voornamelijk touw. Even kijken. Dit wordt dan allemaal herbouwd. Oké. Nou, spannend. Jongens, jongens, jongens. Hier een gigantisch groot gat waar die tornado is langs gevlogen, zeg. Ai, ai, ai. Oké. Poeh. Gelukkig is de schade heel erg beperkt gebleven. Ik moet zeggen, het is voor mij wel eventjes genoeg inspanning geweest. Oh, volgens mij zijn die weggetjes... Nee, de weggetjes blijven wel liggen. Oké, dit is gewoon altijd al een dirt road geweest. Aanpassen, gelijk. Dat is wel even genoeg spanning voor mij voor vandaag. Ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij Krimi TV.